eerste contract bij Feyenoord? Had je dat ooit kunnen bedenken toen je 2 jaar geleden van Spijkenisse naar Feyenoord kwam? Nee, zeker niet. Het is een droom die uitkomt. Dus het is hartstikke mooi. Wat voor voetballer ben je? Kan je jezelf omschrijven? Ik denk technisch speler. Ik kan spelen makkelijk het bos insturen. Toch wel aardig schot. Dat is het wel. Nu zit je hier met allemaal lieve mensen voor jou om je heen. Wie heb je allemaal meegenomen? Mijn ouders, mijn zusje, mijn vriendin en mijn 2 jeugdvrienden. Hoe trots zijn ze op jou? Vertellen ze dat wel eens? Ja, zeker, zeker. Hartstikke trots. Ze zijn ook natuurlijk blij voor mij dat ik mijn contract heb mogen tekenen nu. Dus hartstikke mooi allemaal. Hoe ziet de toekomst er voor je uit te beginnen met volgend seizoen? Ik denk gewoon focussen op jong. Mijn baasplek pakken en mijn bewijzen daar. Jaron is 2 jaar geleden gekomen vanuit Spijkenisse, een van onze partnerclubs. En heeft zich eigenlijk prima staande gehouden in de opleiding. Ook prima doorontwikkeld, maar wat je terecht zegt, een terugslag gekregen doordat hij een behoorlijke knieblessure heeft opgelopen in het begin van het seizoen. Heeft zich zeer goed uit hersteld. En het nieuwe belofteteam wat we volgend jaar mee gaan starten onder leiding van Peter van den Berg en Ulrich van Gobbel. Daar gaat hij zijn plek vinden. Hij is eerstejaars senior. Is een aanvallende middenvelder, kan ook op de vleugelposities uit de voeten. En we willen hem de kans geven om zich verder te ontwikkelen en kijken om eventueel richting eerste elftal. Ja, hele mooie herinnering. Vandaag heb ik 3-jarig contract getekend voor de mooiste club van Nederland. Dat is een droom die uitkomt. Je hebt heel veel mensen meegenomen, ze staan allemaal achter de camera. Wie heb jij vandaag zo trots gemaakt? Ja, ik heb natuurlijk mijn gezin meegenomen. Mijn ooms, tantes, opa, neefje, nichtjes en natuurlijk mijn vrienden. Ja, het is een hele mooi moment. Daarom zijn ze ook gekomen om het samen te vieren. Hij is net 16 jaar geworden. En 2 jaar geleden overgekomen van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Het is een hele veelzijdige spits. Echte nummer 9. Snel, heel handig. Maakt heel makkelijk doelpunten. Kortom, een geweldig talent. En dat moet ook wel, want anders geeft Feyenoord met 16 jaar nog geen contracten. Hij onderscheidt zich echt. Gaat volgend jaar ook starten in de voorbereiding in de onder 19. We schuiven hem vervroegd door wat dat betreft. Hij heeft laatst ook al een aantal keren meegespeeld in de onder 19. Ja, we verwachten heel veel van Noval. Hoe zie jij je pad verder voor je? Wat zijn de eerste stappen en wat zijn je grote dromen? De eerste grote stap is gewoon bij Feyenoord debuteren. Grote naam maken hier bij Feyenoord, bij het Legioen, mooie club. En daarna zien we het wel.